Ja, ik ben op een lezing van Kluun, Raymond van der Klundert. En ik vond het tijd voor weer een vlog. En deze vlog gaat over identiteit en imago. Identiteit is wie je bent. En imago is wat een ander van je vindt. Dat imago ontstaat doordat je vanuit je identiteit communiceert. En communiceren doe je door middel van woorden, ook non-verbale communicatie, maar ook symbolen zoals je kleding en je logo, je merknaam. Dat. Die Kluun, wat doet hij? Hij heeft van zijn bijnaam, of volgens zijn bijnaam was, heeft hij zijn merknaam gemaakt, Kluun. En die merknaam die is ook nog eens een keer de hoofdpersoon in al zijn boeken. En dat betekent dat je als publiek, dus degene die het imago eigenlijk bepaalt, iedere keer vooral beïnvloed wordt door zijn hoofdpersonen. En die hoofdpersonen zijn fictie. Dus het imago van Kluun, van de schrijver Kluun, is voor een groot deel gebaseerd op de fictieve hoofdpersonen in zijn boeken.